De regering heeft bijstand gevraagd van het IMF vanwege het complexe karakter van de buitenlandse leningen en de hoge rente. President Chandrika Prasad Santokhi zegt dat de regering samen met het IMF werkt aan een bijstandsprogramma dat tegen februari 2021 af moet zijn. Dan zullen de twee partijen de overeenkomst ondertekenen. De stap naar het IMF moet helpen de financiële crisis onder controle te krijgen. Hiermee zeg ik dat we ons financieel traject ter beheersing van de financiële crisis al behoorlijk onder controle hebben. Zowel nationaal als internationaal met de stappen die wij gedaan hebben. Maar we zijn er nog niet, maar ik heb voldoende vertrouwen op basis van de wijze waarop we onderhandelen en op basis van de expertise die we inzetten, maar ook de strategieën die we gebruiken, dat dit traject van herschikken van onze schuld, maar ook IMF-bijstand en ook opties van het aantrekken van cash, fresh capital, dat allemaal binnen 3 maanden duidelijkheid zal moeten brengen, zodat wij als regering beter grip hebben op de beheersing van de crisis, maar tegelijkertijd kunnen gaan werken naar de stabilisatiefase en naar de groeifase. Santokhi zegt verder dat er veel geïnvesteerd is in het buitenlands beleid. Er wordt nauw samengewerkt met verschillende landen en internationale instituten. En tal van organisaties en overheden hebben al aangegeven ons te ondersteunen bij de aanpak van de financiële crisis, maar ook voor wat betreft het aantrekken van investeringen voor Suriname en het aantrekken van kapitaal voor Suriname. Al deze processen die zijn ontstaan op basis van een regering die is aangetreden, die voldoende vertrouwen uitstraalt en voldoende daadkracht toont om de crisis te gaan beheersen, maar ook laat zien dat we gedurfde stappen hier nationaal nemen om de financiële crisis te gaan beheersen. Tot zover president Chandrika Prasad Santokhi. Hij is van mening dat Suriname hulp nodig heeft van internationale organisaties om de schuld van $4 miljard te kunnen aflossen.